Goedendag mensen, we gaan vandaag, wil ik het graag hebben over de hellingproef. Oftewel wegrijden als je op een helling staat. Nou, laten we eerst gewoon eens hebben over het wegrijden bij, ja, gewoon op een rechte weg. Wat ik zelf altijd doe is gewoon aangrijppunt zoeken. Dat is gewoon veel mooier en makkelijker. Dus niet werken, koppeling helemaal in en dan wegrijden, maar eerst gewoon het punt zoeken. Daarmee tackle je al heel veel probleempjes. Aangrijppunt zoeken dat hij net wil gaan rijden. Als hij dan gewoon iets gas geeft, dan rijdt hij ook lekker soepel weg. Dat is natuurlijk zeker op het moment dat je op een helling staat, is dat wel lekker. Maar je voorkomt daarmee dat hij naar achteren rolt, althans wat eerder. Maar dat hangt ook een beetje af van hoe steil het is. Dus hier, ja, we zitten natuurlijk in Nederland, hè. Hier in Zwolle, ja, zoveel heuvels heb je niet. Nou, dit is op zich redelijk steil. Niet zoals in het buitenland, snap ik ook wel. Nou, je staat stil. Dan zoek je het aangrijppunt op. Dan voel je al een beetje. Okay, dat kun je gewoon even de tijd voor nemen. Hè? Even zoeken naar dat punt. De toerental zakt heel iets. Je kunt aan de toerenteller zien. Dus hij wil eigenlijk gaan rijden. Maar waarom wil rijdt hij niet? Omdat ik die rem erop heb. Nou, als ik dan die rem loslaat, dan draait nu stationair. Dan zal hij toch wel geneigd zijn om niet even lekker weg te rijden. Dus je kan dan iets gas geven. Dus ik geef wel gewoon ietsje gas. Terwijl ik mijn rem erop heb. Laat ik de koppeling ietsje vieren. Zakt hij iets in zijn voorbrok. Dat zou je ook wel kunnen zien. Maar ik kan het straks wel even nog laten zien. Zakt hij iets. Duikt hij iets in zijn voorbrok. Laat ik de rem los. Kijk ik natuurlijk even of dat kan. En dan rolt hij weg. Ik vind dat zelf eigenlijk meestal wel de mooiste manier. Je kan het natuurlijk ook iets anders doen. In de eerste versnelling natuurlijk, dan rij je altijd weg. Een beetje net zoals je met de auto zou doen, eventueel met een handrem. Nou, verplaats je even je voet natuurlijk, linkervoet op de grond, rechter op de rem. Dan kun je die loslaten. Kijk, hij rolt niet naar achteren. Dan kun je weer dat punt zoeken. Alleen het nadeel van deze techniek is dat die niet duikt. Want je hebt achterwielaandrijving en als die tractie heeft, duikt die motor iets naar beneden. Nou, dat doet hij dus nu niet. Omdat je achterwiel is, ja, daar zit aandrijving op en de beremming. Maar oké, okay, kan op zich wel. Dus voetrem erop, punt zoeken. Dan zie je het toerental wel weer wat zakken. Geef je gas. Koppeling iets laten vieren en rem los. Doen. Een korte draai maken, kijken of er niks aankomt, slippen de koppeling, knieën strak, motor naar binnen drukken. Hartstikke. Nog een keer. Even ietsje sneller, ietsje vlotter. Aangrijppunt zoeken. Luisteren naar de motor, voelen de motor. Ietsje gas. Iets meer toeren als normaal, koppeling laten vieren en wegrollen. Koppeling goed vasthouden, dus niet loslaten. Andere techniek, voet verplaatsen. Ja, dat is natuurlijk weer een extra handeling ook. Aangrijppunt zoeken. Gas. Toerental zakt iets. Voetrem los. En wegrollen maar. Rijden techniek. Inkantelen. Yes, want ik zie hier nog een mooi hellinkje. Dan gaan we het hier nog een keertje doen. Nu we er toch zijn. Ja, en hoe doe je dit? Hellingproef de andere kant op. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Rem loslaten en dan rolt hij al. Eerst even kijken natuurlijk. Nou, mooier. Knieën strak. Hakken tegen de plaats, doorkijken, slippende koppeling, iets gas erop. Kijk,
hard rijden kan iedereen, maar langzaam rijden is het wat lastiger. Voor de meesten. Nou, gaan we het nog één keer doen, mensen. Gewoon met de handrem doen het. Ik vind dat het mooiste. Maar nogmaals, hangt ook een beetje vanaf wat je zelf prettig vindt. En wat bij je motor past. Koppeling iets laten vieren. Tegen dat punt aanzitten. Dan begon de tijd verdelen. Want dat kun je ook afstellen, hè, bij elke motor. Dus bij elke motor is het dus ook anders. Aangepunt zoeken. Ik heb mijn rem erop. Hoor, ik zal nog even laten zien dat duiken. Even kijken of ik het goed kan zien. Andere kant misschien beter. Nou, zie je hem duiken? Nou, misschien kun je het niet heel goed zien, maar hij zakt aan de voorkant ongeveer een centimetertje of twee in. Althans nu. Punt. Goed zitten, knieën strak. Gas geven. Hij duikt, toerental zakt iets, remmetje los, koppeling gewoon vasthouden. Is het wat steiler, iets meer gas, maar hou die koppeling vast, laat die niet los, want hij slaat gewoon af. Een schrikje van en dan rolt hij waarschijnlijk juist daardoor naar beneden. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Dankjewel. Ik ben Remco van Motodroom uit Zwolle. Tot de volgende keer. En als je het leuk vindt, abonneer je ook even op mijn kanaal. Tot ziens.